Dit is alweer de 37e minuut van Ineke. En deze week een lito van Marlène Dumas. Marlène Dumas is geboren in 1953 in Kaapstad. Maar in 1976 kwam ze naar Nederland. Dan deed ze een studie in Haarlem. En vanaf die tijd woont en werkt ze in Amsterdam. Deze lito is in 1984 gemaakt met een oplage van 45 stuks. En dit is nummer 2. De thema's liefde, dood en verlangen komen heel vaak in haar kunstwerken terug. En ook zie je dat ze vaak erotisch geïnspireerd zijn. In deze lito heeft ze een foto gebruikt van een jong meisje in de Madonna-stand, biddend als een jonge onschuldige maagd. Haar olieverfschilderijen en haar aquarellen brengen enorm veel op de veilingen in New York en in Londen. In 2014 was er een hele belangrijke overzicht tentoonstelling van haar in het Stedelijk Museum in Amsterdam.